U weet toch wel zeker dat het vandaag was, burgemeester? Wat, Hacking? Het bezoek van de commissaris der koningin, burgemeester. Ja. Ja, maar ja, we gaan nu wel heel erg over schema, hè? Zullen we de hoeden nu nog maar niet afzetten, burgemeester? Je krijgt zo'n rode streep over je hoofd. Waarom? Hacking, nou niet in paniek raken. We zouden de commissaris ontvangen met de hoeden op. Nou ja, goed. Laten we de hoeden dan nu even afzetten. Akkoord. Dank u wel, burgemeester. Ja, ik zou om 11:15 al de oude foto hebben aangeboden. De oude foto van het oud-Juinense stadhuis. Ach, mag ik die even zien, burgemeester? Wilt u die even zien? Rob, geef jij even door. Ach, wat grappig. 11:15. Ja, maar burgemeester, het is nu 13:30. Ik moet over een uur moet ik de koeien melken, hè? Zulk. Dat is helemaal niet dat het stadhuis van Jeun. Het is het stadhuis van Terweksel. Stadhuis van Terweksel? Terweksel, nou, ik zie het toch zelf. Je hebt gelijk, geloof ik, Hennie. Nou, kijk dan, daar hebben we toch op de trap gestaan. Dat is niet van Jeun. Ja, dat is van Terweksel, burgemeester. Kijk er maar. Rob? Dat is nu al de derde miskoop deze maand. Ja? Nou goed, schuif jij even de tournedoor onder de grill, wil je? Fijn. Burgemeester, misschien even een technisch huishoudelijke mededeling. En vraag, maar hoe moet ik eigenlijk uw huisgenoot aanspreken? Moet ik zeggen meneer? Of moet ik zeggen mevrouw de burgemeester? Ik bedoel, als straks de commissaris komt en ik help hem op de gang uit zijn jas, dat ik hem even kan inscheinen. Dat hij geen blunders maakt, dat de commissaris ook zegt, mevrouw de burgemeester, u zegt tegen mijn vrouw ook mevrouw. Hacking, je bent een bij de hand te kerel. Dank u wel, burgemeester. Maar soms leef je toch echt nog in een vorige eeuw. Ben u ook nooit getrouwd geweest, burgemeester? Mevrouw Hacking, vanaf mijn 16e ben ik de Griekse beginselen toegedaan. Eindelijk gaat het in dit land doordringen dat dat ook onder notabelen voorkomt. Ja. Ik ben er trots op dat ik de eerste voorzitter ben van het Roze Burgemeestersfront. Ja. En noemt u mijn huisgenoot dus gerust Rob, want zo heet hij. Ha, Rob? Hallo, Rob. Hallo, Rob. Ik ben Hennie Hacking. En ik ben vroeger fotomodel geweest. Mijn vrouw. Was zo'n inspannend beroep. Oh, verschrikkelijk. Ik had zoveel sessies overal ter wereld. Zo is wel goed, Fanny. Fantastisch. Dank je wel. Rob, zeg maar gewoon Chalk. Chalk is mijn man. Dag, Chalk. Op de trappen van het stadhuis heb ik ook nog gestaan. Weet je dat niet meer? Die foto. Dat huis van Terweksel? Ja, weet ik wel. Ons bruidsmeisje? Van de Weekamp-catalogus was dat. Ja. Alles wel in het kombuis, Robbie? Perfect. Fijn. Met Hans van der Vaart. Aha, meneer Kwaadvlieg. Nee, uw cocktail staat hier lelijk te verpieteren. Wat zegt u? Die komt niet. Ja, klopt. Na zeulen linksaf. En als maar rechtdoor, dan moet u onze ereboog hebben zien staan. Maar wat zegt u nu, meneer Kwaadvlieg? Meneer Kwaadvlieg? Nou begin ik toch echt een beetje boos te worden, meneer Kwaadvlieg. Nee, dit is echt te gek. Meneer Kwaadvlieg, luister. Hallo. Opgehangen. Mevrouw, mijn heren. De commissaris der koningin van deze provincie beweert dat Juinen helemaal niet bestaat. Nou, dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Wij zijn niet geboren, burgemeester. We hebben hier op school gezeten.
Ja, we hebben hier altijd gewoond. Dat kan niet. Misschien u niet en Rob niet, maar wij hebben hier altijd in Jeunen gewoond, burgemeester. Als Jeunen niet bestaat, dan... Dan bestaan wij ook niet. Nee. Jeunen is Jeunen. Dat kan toch niet? Dat bestaat niet.